Bij draineringswerkzaamheden in het nieuwe land van de IJsselmeerpolders is men in de afgelopen jaren geregeld op scheepswrakken gestoten, waarvan vele van grote oudheidkundige waarde bleken te zijn. De scheepsarcheologische afdeling van de Rijksdienst IJsselmeerpolders is belast met het opgraven van de wrakken, die soms, zoals bijvoorbeeld dit rivierscheepje in oostelijk Flevoland, in opvallend complete staat tevoorschijn komen. Onder andere aan de manier waarop het wrak een grondverstoring in de verschillende bodemlagen heeft teweeggebracht, kon men vaststellen dat dit schip omstreeks 1630 moet zijn vergaan. Alle voorwerpen die in het schip gevonden werden, zijn bijeengebracht in een grote loods in Ketelhaven, waarin sinds kort het Museum voor Scheepsarcheologie is gevestigd. Vooral de gevonden munten zijn van grote betekenis voor de exacte datering van de ondergang der schepen. Uit huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken kan men vaak bijzonderheden omtrent vroegere levensgewoonten leren. In het museum geven tekeningen en scheepsresten een duidelijke informatie over de manier waarop men voorheen bij de scheepsbouw van de natuurlijke vormen van hout gebruik maakte. Blikvanger in het nieuwe museum is het enorme wrak van een 16e eeuws handelsschip dat vorig jaar in de Noordoostpolder werd opgegraven. Er zijn bewust enkele stukken uit het midden weggelaten, opdat de bezoekers ook het binnenste van het 26 meter lange schip kunnen bekijken. Het is het best bewaarde 16e eeuwse schip van groot formaat. Zeer belangrijk is de conservering van het hout. Ongeveer een jaar lang wordt water op het wrak gespoten om het vuil van eeuwen weg te spoelen. Daarna ondergaat het hout behandelingen met chemische middelen die het voor verval moeten behoeden. In de loop der jaren zijn al meer dan 300 scheepswrakken uit de IJsselmeerpolders naar boven gehaald.